Deze nieuwsuitzending, die is van 15 maart 2020. En vandaag had ik even mijn vriend Wim aan de lijn. Ik had een vraag over de website die ik voor hem onderhoud en gemaakt heb ook. Dat is een leuke website, by the way. Dat is twohands2.nl. Theo Otto Otto H-A-N-D-S Hands en dan 2, cijfer 2, .nl. Ik zal wel een linkje onder deze uitzending zetten. Dat is wel leuk. In elk geval, Wim zei tegen mij, of hij vroeg aan mij, hij zei tegen mij, wat verschrikkelijk hè, wat een toestand. En ik dacht, wat? Wat dan? Nou, toen hoorde ik het, dat de grenzen zijn dicht. En de kinderen gaan 3 weken lang niet naar school. En de horeca is sinds 6 uur vandaag, dus 4 uur. Hey, 6 uur geleden. Hey, 4 uur geleden. Dus na 10 uur 's avonds. De horeca is dicht. Nou, leuk is dat. Ook voor 3 weken. Hè? Allemaal vanwege het coronavirus. En de vraag is, slaat dit ergens op? Wat is de ratio, de beweegreden achter dit geheel? Ik heb een aantal vragen. Ik zou bijvoorbeeld wel eens willen weten hoe er vastgesteld wordt dat iemand corona heeft. Kijk, bij mazelen is dat vrij duidelijk. Dat zijn bepaalde rode vlekjes en nog wat andere symptomen. En dat geheel, dat is zo specifiek, dat een arts die bij een kind komt die de mazelen heeft, die zegt binnen een minuut van, oh, die heeft de mazelen. Ja, toch? En hoe doen ze dat bij corona? Want die verschijnselen van corona, die zijn erg algemeen. Dus moeite met ademhalen, koorts, verminderde eetlust, moe, hoesten, niezen. Ja, dat heeft een mens wel vaker. En dit seizoen, het einde van de winter en het naderende voorjaar, dat is het seizoen voor griepklachten. Ik weet zelfs hoe dat zit. Dat heeft te maken met dat, of nou, laat ik even uitgaan dat er een eenheid is tussen de geest van de mens, met hoe die zich voelt. Is die blij of is die zorgelijk? En het lichaam. En dat die uitwerking, die wisselwerking, dat dat daadwerkelijk een wisselwerking is in die zin. Want als jouw lichaam zich niet zo lekker voelt, dan krijg je ook niet zo'n lekkere geest. Dan ga je van balen. En als jouw geest zich niet zo lekker voelt, dan heeft je lichaam er last van. En bij veranderende seizoenen, zoals de lente en de herfst, die overgangsseizoenen, daar voelt een mens zich in principe niet prettig bij.
Niet iedereen heeft er evenveel last van. Bijvoorbeeld van mensen met een alcoholprobleem. Dit weet ik via mijn vader, want die had het er ook. En die gaan met name, zakken ze door in het voorjaar. En dan, of in het najaar. De plekken, de seizoenen, de plekken in het jaar, in de tijd van de verandering. Dat levert een stress op. En dat is de verklaring voor het feit dat met name in de lente en in de herfst meer mensen last hebben van dingen als verkoudheid en griep. En eigenlijk is het enige verschil tussen verkoudheid en griep dat je bij verkoudheid, ja, heb je misschien een klein beetje verhoging, maar het valt wel mee. En als je echt verhoging hebt, dan noemen we dat griep. En meestal bij een griep moet je een paar dagen op bed liggen. En dan gaat het wel weer. Dat is het. En aan griep kan je overlijden. En dat gaat dan meestal om oudere mensen. En oudere mensen die overlijden meer dan jongere mensen. Dat is logisch. Want een mens wordt 70, zo'n beetje. Hè? Dat is een mooie leeftijd. En dan is het eigenlijk op. Het is mooi als je 80 wordt. Hè? En je bent nog gezond. Mijn oma van mijn vaders kant, die is 90 geworden. En kort na haar verjaardag is ze overleden. Mijn opa, die is haar man, die is 83 geworden, dacht ik. En van mijn moeders kant was mijn opa iets van 64, denk ik. En zijn vrouw was 63. Ja, dat is het zo'n beetje. Het leven is eindig. En nu bij de corona las ik dan dat er in Nederland 20 sterfgevallen zijn. En de jongste is 59 en de oudste is 94. Ja, het gaat dus om dezelfde groep als die normaal gesproken overlijdt aan een griep. Of beter kan je denk ik zeggen dat in die bevolkingsgroep is een behoorlijk deel aan het sterven. Dus op een willekeurig moment zijn mensen bezig om dood te gaan. Dat weet nog niemand omdat ze nog niet dood zijn gegaan, maar het lichaam is al aan het aftakelen aan de binnenkant op een dermate manier dat je dan zou kunnen voorspellen van nou, die persoon gaat binnenkort dood. Maar dat is moeilijk te zeggen aan de buitenkant. Wat we zeker weten is dat het merendeel der mensen, dat wordt 70 zo'n beetje. Nou, ik heb mijn eerste makker verloren. En die was 59. En wat had hij nou? Ja, hij kreeg last van een bacteriële infectie. Maar die was aspecifiek, dat was niet een bepaalde ziekte. Nee, hij had een bacteriële infectie. Hij was verzwakt. En toen ging hij dood. 59. Ja. Hey, de gemiddelde leeftijd dat mensen sterven is 70, 75, zoiets.
En er zijn mensen, en die worden heel oud. Zoals dat ene coronageval van 94, die aan de corona overleden is. Ja, de vraag is hoe oud die mens anders geworden was. Misschien was die ook wel doodgegaan zonder corona. Ja, dat weet ik dan niet. Dat zijn vragen die ik heb. Ik vind het opvallend dat die leeftijd waarbij mensen overlijden aan corona, dat die leeftijd zo hoog is. Samengenomen met het feit dat er nu zo'n paniek over wordt getrapt. Want is die paniek wel nodig? In Nederland worden 80 mensen per dag gedood omdat ze ongewenst zijn. Die mensen die zitten nog in de buik van hun moeder. En die moeder die heeft geen zin in de verantwoordelijkheid voor dat kind. Nou, er zijn meerdere oplossingen voor natuurlijk. Een oplossing is om dat kind af te staan. Ter adoptie aan te bieden. Maar daar heeft zo'n moeder dan geen zin in. Zo'n vrouw heeft daar geen zin in. En dan verzoekt ze de gezondheidszorg om dat mens in haar buik maar te doden. Jil, dat zijn er 80 per dag. Ja, het coronavirus is nou 2 weken de kop aan het opsteken. En in die 2 weken tijd, dat zijn 14 dagen, nou 14 keer 80. Dat is een heel aantal, hè? 14 keer 100 is 1400. En daar een beetje vanaf, zeg maar 1200 of zo. 80 plus 30, 1100. Nou, iets meer dan 1000. Er zijn iets meer dan 1000 mensen in Nederland in de afgelopen 2 weken gedood. Op verzoek van hun moeder. En daarnaast zijn er 20 oude vandaag overleden aan de griep. Ja, wat is nou het ergste? Als je kijkt naar de aantallen, dan lijkt mij dat abortussen erger zijn. Maar ja, er zijn er mensen en die zeggen we, ja, een mens dat nog in de buik van zijn moeder zit, dat noem ik geen mens. Ja. Laten we daarover gaan discussiëren. Mensen zeggen dan dat als een kind in de buik van zijn moeder overlijdt, dan is dat minder erg dan als een mens overlijdt die bejaard is. Terwijl een bejaarde die heeft er maar een paar jaar of een paar maanden te leven. Ja, die man van 94 of vrouw van 94 die overleden is. Het is natuurlijk heel erg, daar niet van. Maar die had geen 20 jaar meer te gaan. Maar een kind wat nog in de buik van zijn moeder zit, die heeft nog een heel leven voor zich. Het lijkt mij dat dat erger is. Het is moeilijk te vergelijken natuurlijk, maar en daarbij dus, hoe stel je nou vast dat iemand corona heeft? Want die symptomen zijn zo algemeen. En jij weet het niet. En ik ook niet. En als jij zegt van ja, maar dat weet de medische wetenschap weet dat wel. Waarom zouden ze dat weten? Op welke manier? Want het gaat om een heel nieuw virus. En hoe ziet dat er dan uit?
Te meer daar je een virus niet kan zien onder een elektronenmicroscoop. Of misschien nog net, maar ja, je kan niet zomaar met een elektronenmicroscoop op zoek gaan naar een coronavirus. Dat is zoeken naar een heel klein speldje in een hele grote hooiberg. En waar moet je beginnen met zoeken? Het snot van iemand uitstrijken en dan maar inzoomen en inzoomen en inzoomen en inzoomen. Ben je de hele tijd aan het zoeken. En zo doen ze het niet. Dat dacht ik niet. Volgens mij kan je niet met een elektronenmicroscoop zien dat het het ene virus is of het andere. Dacht ik. Maar ja, dat. Ja, jij weet het ook niet, hè? Ik ook niet. Dus in het ergste geval hebben we het over 20 doden in Nederland aan gewoonweg een griep, net als ieder jaar. En het ging om bejaarde mensen die toch al heel erg zwak waren. En dan nu moeten de scholen dicht. Maar dat zijn jonge mensen. Die lopen helemaal geen risico. Je zou nog eerder moeten zeggen, alle bejaardentehuizen moeten dicht. Al die bejaarden die moeten gaan intrekken bij hun kinderen. Of zoiets. Het heeft er geen zin om kinderen thuis te houden als die er helemaal niet aan overleden zijn. Overleden zijn. Het zijn wat dingetjes die ik mij afvraag. En los daarvan, er gaan iets van bijna 100.000 mensen per dag dood in Nederland. Dus 170.000 per jaar, dacht ik. Bijna 200.000. En dan gedeeld door 365 dagen. Misschien 50.000, 60.000 per dag. Gaan er dood. Dus sinds dat coronavirus bezig is, die 2 weken, is dat 60.000 keer 14. Ja, dat is dus. Nou, dat was dan, wacht even hoor, in Nederland, zeg ik het nou goed? Ik pak nog eventjes de geboortegetal erbij. Was dat ja, in 1.000 per dag, dacht ik. Geboorteaantal Nederland. Geboortes Nederland. Hoeveel kinderen per jaar? Kijk wat ik hier kan vinden hoor. Hoeveel kinderen worden er per jaar geboren? Kijk hoor, het schommelt tussen de 160 en 210.000 per jaar. Dus dat is dan. Laten we even gaan rekenen. 160 plus 210 is 370. Ja, en dan gedeeld door 365. Nee, dat valt er wel mee, wat ik zeg. Dus het gaat om 1.000 mensen per dag die overlijden. Dus sinds het coronavirus de kop op heeft gestoken, die 2 weken, zijn er 14.000 mensen overleden. Waarvan 20 aan corona. He, van die 14.000 mensen die overleden zijn, dan heb je dus ook nog een keer die abortussen per dag. Laat ik dat ook even uitrekenen. Dat is dan 80 keer 14. Even dat ook precies. 1120.
en 20 doden aan corona. En die maatregelen die ze aan het treffen zijn, die hebben een behoorlijke impact. Ik ken zo'n café hier in Arnhem, Café de Wacht. En ik ken het omdat ik er veel geweest ben en ik weet hoe ze draaien. Het gaat met name om een man en een vrouw. En die leven daarvan. Ja, die hebben nu 3 weken lang geen inkomsten. Maar ze moeten wel huur betalen. En dat gaat niet goed gemaakt worden in de tijd daarna. Ja, als je een product verkoopt wat mensen echt wekelijks nodig hebben en ze kunnen dat een product een tijd lang niet kopen en het is weer beschikbaar, dan gaan die mensen dat inhalen. Maar dat is niet bij zoiets als cafébezoek. Misschien op de eerste dag dat Café de Wacht weer open gaat, dat het dan bomvol zit. Dat denk ik wel. En misschien de dag daarna ook nog. En daarna komen de mensen er weer net zo vaak als dat ze gebruikelijk kwamen. Er zijn heel veel van die hele trouwe gewoontedieren daar die ik altijd op vrijdagavond zag. Of even na hun werk. Er waren heel veel mensen die na hun werk even 2 biertjes dronken en dan naar huis. Ja, die zijn dus gewoon straks 3 weken lang niet gekomen. En die omzet ben je kwijt. Die krijg je niet terug. Tja. En dan kan je zeggen van ja, maar die mensen zijn niet naar het café geweest en dan hebben ze dat geld niet uitgegeven. Nou, dat weet je niet. Want ze hebben natuurlijk wel gedronken. Ze hebben wel een alcohol geconsumeerd, maar dan uit de supermarkt betrokken. Dus Café de Wacht is omzet kwijtgeraakt aan de supermarkt. Tja. En ik zag ook dat de een of andere vliegmaatschappij, Corendon, die heeft alle vakantievluchten gecanceld. Hoppa. Nee, hier gaan bedrijven failliet aan. En zoiets heeft een domino-effect. Als het ene bedrijf failliet gaat, dan is het andere bedrijf een klant kwijt. En als zo dadelijk al die verboden en regels en dingen weer opgeheven worden, dan gaan dingen zich wel weer herstellen. En het gaat een tijdje duren voordat het zich helemaal hersteld heeft. Dus wij gaan dit lang voelen. Ik zie het als een aanslag op onze economie. En de economie van een land schade toebrengen, met opzet, dat heet een daad van oorlog. Dat is wat ze gedaan hebben met Duitsland in het interbellum. Dus in de jaren 30.
Toen kreeg Duitsland die recessie met die ridicule inflatie. En die recessie in Duitsland, die is veroorzaakt Duitsland kreeg een wereldwijde een export-importverbod, een handelsembargo. En toen kelderde de export van Duitsland met 10%. En dat had een domino-effect. Van het een kwam het ander. En er wordt dus gezegd, dat was met opzet. Dat was een voorbereiding om die tweede actie tegen Duitsland te starten. En ik geloof dat dat waar is. Dus als je ervan uitgaat dat dat wat ik geloof, in dit geval dat die recessie in Duitsland met opzet vanuit het buitenland veroorzaakt is als een daad van oorlog tegen Duitsland, dan is deze daad van de regering, tenzij die echt rationeel onderbouwd is. En daarvoor moet je dan die vragen beantwoorden die ik net heb gesteld. Hoe stel je corona vast? Bijvoorbeeld. En hoe verhoudt dit zich tot het reguliere aantal doden in Nederland? Of beter gezegd, er zijn 20 mensen overleden aan corona. En wanneer waren die mensen anders overleden? Kijk, een mens die in de buik van zijn moeder zit en dan op verzoek van de moeder wordt dat kind gedood. Dat is moord, trouwens. Want het kind is onschuldig, dus. Een onschuldig iemand doden, dat heet moord. En van die kinderen kan je zeggen, die hadden nog jaren te leven. Maar van die man of vrouw van 94 kan je dat niet zeggen. En dit soort dingen, dus het berekenen van het daadwerkelijk aantal mensmaanden of zo, dat mensen minder geleefd hebben door het coronavirus, daar kan je met behulp van wiskunde, met behulp van statistiek, kansberekening, kan je daar een hele goede inschatting van maken. Misschien is dat wel helemaal niks. En als dat zo is, dan is die actie van de regering die ze nu genomen hebben niet terecht geweest. En kan je het zien als een opzettelijke daad om de economie van Nederland schade toe te brengen en dus als een daad van oorlog van onze regering tegen het eigen volk. En ik moet erbij zeggen dat ik, sinds ik erachter kwam dat onze regering gelogen heeft over de aanslagen van 11 september 2001, dat ik sinds die tijd niet meer geloof dat onze regering het beste voor heeft met ons. Ik vind dat de regering het volk minacht.
En die minachting, die steken ze niet onder stoelen of banken. Ja. En wat moeten we hiermee? Wat moet je nou met een regering die niet het beste voor heeft met jou, omdat je geminacht wordt? Dat is hetzelfde als dat je een kind bent van twee ouders en die ouders die hebben een hekel aan je. Het maakt niet uit wat je doet, het is nooit goed. En ze kondigen maatregelen af en je mag bepaalde dingen niet. En dat is dan om niks. Dat is alleen maar omdat ze een hekel hebben aan je. Enge gedachte hoor. En in het geval van kinderen komt het voor. En in het geval van onze regering en wij als volk is dat ook het geval. Ze minachten ons. Ze liegen tegen ons en in de achterkamertjes lachen ze zich een kriek. Het is heel erg, dat weet ik. Het is niet erg dat ik het zeg. Want met die aanslagen van 11 september weten we dat ze tegen ons gelogen hebben. Tja. Dus dat is duidelijk. En dan nu dit. Nee, ik zie het als een oorlogsverklaring aan ons. Een oorlogsdaad. De regering haat ons. Ik zag ook dat er hele rijen stonden voor 6 uur voor coffeeshops. Ben ik even blij dat ik gestopt ben met blowen. Nou, gestopt, niet echt gestopt, maar ik koop het niet meer. Niet meer zoals ik dat kocht. En nu interesseert het me helemaal niet dat die dingen dicht zijn, die winkels. Ik ben geen roker meer. Dat is handig, denk ik. Dan heb ik vandaag in elk geval niet in de rij hoeven staan bij de koffieshop. Ik vind dat zo vernederend, in de rij staan. Nee, het is me wat. Nou, zelfs tot in Amerika aan toe, hè. En Mexico, dat vond ik helemaal grappig, die heeft ook de grens gesloten om te voorkomen dat er Amerikanen naar Mexico gaan. Die bonenvreters, die kunnen het wel, de grens dichtgooien. En Donald Trump, die kan het dus niet. Die heeft een muur nodig. Maar die bonenvreters... Ja, een grapje, Mexicanen, wij zitten op bonenvreters. Maar die kunnen het dus kennelijk wel. Die kunnen wel de grens dicht doen. Moet Donald Trump toch eens gaan vragen aan die Mexicaanse regering hoe ze dat nou voor elkaar hebben gekregen. Dan kan hij nog een lesje van leren. Niet natuurlijk, want Donald Trump wil helemaal niet dat die immigratie, illegale immigratie, vanuit Mexico ophoudt.
Hij doet alleen maar alsof hij het niet leuk vindt. Maar hij neemt er geen maatregelen toe. Ja. Want een muur bouwen, dat slaat nergens op. Dat is een maatregel van niks. Dat snap jij toch ook? En in Afrika is er helemaal geen corona. In Rusland ook niet. Een typische Chinese ziekte die het heel erg goed doet in Europa en Noord-Amerika. Vreemd. Erg merkwaardig. En ik werk in de gezondheidszorg. En morgenochtend ga ik gewoon naar mijn werk. En ik vraag me af hoe ze daar... wat ik daar te horen krijg. Toevallig heb ik morgenochtend om 8:30... eerst werkoverleg met het schoonmaakteam. En dat mag dan nog bij elkaar komen, want dat zijn minder dan 100 mensen. Ja, het zijn er minder dan 20. En onze manager zal dan wel komen met... ik weet niet wat. We zullen het morgen wel horen. En in mijn geval, ik werk dan voor een instantie met ik weet niet hoeveel bewoners. En die mensen die zijn totaal afhankelijk van mensen zoals ik. Ik doe niet aan zorg, ik ben niet bezig met verpleging of zo, ik doe alleen maar schoonmaken. Maar geloof me nou maar dat ik nodig ben. Ben heel benieuwd hoor. Het maakt het ook wel weer een beetje interessant om morgen naar mijn werk te gaan. Mijn werk is interessant zonder meer, maar morgen is het dan extra interessant. Als er dan weer wat komt, dan zal ik wel weer een update houden over het coronavirus. Wereldwijd zijn er 5000 doden. Ja. Wereldwijd vinden er per dag 125.000 abortussen plaats. Nou. Dus wereldwijd heb je het over een percentage van 0, helemaal niks. Wat overlijdt aan corona. En dan wordt er gezegd van ja, maar dit is nog maar het begin en krijgt een exponentiële groei. Nou, dat is maar de vraag. Kijk, we weten nu al dat er nogal wat mensen zijn die zijn genezen van corona. Dus die hadden die indicatie. En die zijn opgeknapt en die doen het nou weer. En die mensen die corona hebben gekregen, die hebben in de regel tot nu toe dat niet opnieuw gekregen. Dat is ook niet logisch, want je hebt een afweersysteem. En het afweersysteem van ons mensen, nou van dieren ook. Maar bij ons mensen vooral, dat past zich heel erg snel aan.
Daarom hebben vaccins ook zin. Ze zijn ook gevaarlijk en ze hebben ook zin. Want je traint je afweersysteem. Tja. Nee, ik denk dat het laatste woord over deze toestand nog niet gezegd is. Niet door mij in elk geval. Want wat de regering nu besloten heeft, is wel heel erg ingrijpend. En ik vermoed dat ze dit nog op gaan schroeven. Er is al gezegd bij mij op het werk dat als op die locatie, als daar corona uitbreekt, of als daar dus maar één geval bekend wordt met corona, dan wordt het terrein afgesloten en er mag niemand er meer op en er mag niemand meer vanaf. Een collega van mij die had dat ook gehoord. En die zei van, nou, als dat afgekondigd wordt, ik klim over een hek. Er zijn allemaal hekken omheen. Hè? Eén groot, niemand kan eraf, behalve door de uitgang. Waar vroeger een portier zat. Maar die is wegbezuinigd. Maar het is maar een opening van zoveel. Meter. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Ik denk niet dat ik over een hek ga klimmen. Ik denk dat ik daar blijf. Ze kunnen ons moeilijk laten verhongeren. Nou, en een beetje eten en een beetje schoon water, dan ja. En toiletpapier. Maar dat zullen ze ons wel geven. Maar wat een toestand zou dat worden, zeg. Mijn collega die had het over een, hoe noem je dat ook weer, een quarantaine. Die quarantaine zou 2 weken minimaal duren. Nou, zit je 2 weken op je werk. Dat wordt nog heel apart. Ik zou niet weten waar ik dan moet slapen. Nee, dat is wat simpels te noemen. Dan moeten ze tenten gaan brengen en van die kampeerbedjes. Tja. En die mensen daar, ja, ze zijn normaal gesproken al apart in de omgang. En er zitten erbij en die zijn ronduit ik moet zeggen, op het randje, de godganse tijd, hè? Echt een vat met buskruid. En als er dan zo'n maatregel komt, jongen, dan kunnen ze helemaal van, nou, ik weet niet wat er dan gaat gebeuren, maar dus, als die daar uit hun dak gaan. Die zitten erbij en die zijn zo sterk als een paard. En de politie, die kan je dan wel bellen, maar die komt denk ik niet. Want die mag dan ook het terrein niet af. En wat moeten we dan doen? Nee, dat zou een drama kunnen worden dat ze een weerga niet heeft. Oei, 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 oei.
Ik hou jullie op de hoogte, hoor. Het is morgen... Sorry, het is morgen 16 maart. En misschien heb ik dan wel weer wat te vertellen. Ik denk het wel, eigenlijk. En wat je dan ook ziet, hè, met die hamstergewoonte die uitbraak. Iedereen gaat als een malloot spullen inslaan. Belachelijk. Dat betekent toch dat wij niet goed nadenken. Het is heel kinderlijk om dat te doen. Om toiletpapier in gaan slaan. Kijk, in het ergste geval moet je na het poepen, moet je je poepgaatje schoonmaken met water. En dan je handen wassen. Is dat zo erg? En mensen zijn houdbare producten aan het inslaan. Ja, maar voor hoe lang wil je dan inslaan? Wat is nou reëel? Het is echt heel idioot hoe ze daarmee omgaan. En ook dat Geert Wilders heeft gezegd dat het kabinet mede schuldig is aan deze ramp, want ze hadden eerder moeten ingrijpen. Die man die spoort ook niet. Ik vind dat al langer. En dit is dan weer een pluim op zijn rare hoed. Mafketel dat hij is. Het zijn 20 doden in 2 weken tijd. Dat is iets meer als 1 per dag. En er overlijden in Nederland per dag, wat had ik nou gezegd, 1000 mensen. Dat is toch niet zo'n punt? En we doen alsof het einde van de wereld is. Maar het is helemaal niet zo. En dan zal je zien dat als dan zo dadelijk alles voorbij is, dat ze dan gaan zeggen, nou, het is allemaal voorbij, dankzij die heldhaftige maatregelen die de regering heeft getroffen. Dan gaan ze zichzelf nog een compliment geven ook. Terwijl het in de lijn der verwachting is dat zo dadelijk is het voorbij, omdat de mensen die zwak zijn en toch op het punt stonden om te overlijden, en die zijn dan nu overleden terwijl ze corona hadden, maar die zijn straks op. Als het coronavirus echt werkt, hè, dan heeft het coronavirus straks geen slachtoffers meer. En iedereen die het coronavirus overwint, ja, in die mensen heeft het coronavirus dus geen leven meer. Kijk, een virus heeft ook een gastheer nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. En als de enige mogelijke gastheren mensen zijn die
ofwel zo gezond zijn dat het corona geen kans heeft. Of ze hebben corona gehad en ze hebben nu allemaal extra afweerstoffen. Dan hebben het coronavirus ook geen kans meer. Dus het valt te verwachten dat het gaat toppen en dan gaat het dalen. En ik vraag me af of er mensen gaan komen die dan achteraf de rekenmachine erbij gaan pakken en gaan narekenen of deze hele actie wel terecht was. Ik denk het niet. Ik denk dat we allemaal willen blijven geloven dat onze regering het beste met ons voor heeft. En als ze het misschien fout hebben gedaan, dan was dat per ongeluk. Maar ze deden het met de beste bedoelingen. En laten we maar weer gaan stemmen. Om ja, blijk te geven dat wij de politici best wel aardig vinden. Want we stemmen toch. Terwijl wij helemaal geen reden hebben om die politici aardig te vinden, want ze hebben tegen ons gelogen over die aanslagen van 11 september. En nog wel wat meer dingen. Ja. En voor onszelf, de levenden, waarmee ik bedoel de mensen die snappen dat je leeft of dat je niet leeft, los van je lichaam dus, hè? Maar de levenden, de levendige mensen, de zachtmoedige mensen, de aandachtige mensen, de mensen die tijd hebben voor een ander. Die bedoel ik. De zorgzame mensen. De mensen met een luisterend oor. Die mensen. Ja. Yeah. Wij waren altijd al omringd met chaos. En nu nog steeds. Dus voor ons is er eigenlijk niet veel nieuws onder de zon. En zo'n economische klap, ja, nou ja, die dragen we met z'n allen. Dat is dan weer gedeelde smart en dat is halve smart. Dus dat valt eigenlijk ook wel mee. Dus voor de levende mens is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Behalve dat je met verbazing kijkt naar wat de overheid doet. Want dit is bizar. Op dit moment, in mijn ogen. Ik hoorde zo'n verhaal van een vrouw en die was dan teruggekomen uit Italië. En die moest dan in Duitsland naar een ziekenhuis om daar te laten kijken of ze corona had. Want een van haar kinderen die had koorts. En toen mochten ze het ziekenhuis niet in, vanwege besmettingsgevaar. En ze hadden buiten het ziekenhuis een tent opgericht. En in die tent hebben ze meer dan 3 kwartier of zo moeten wachten. En het was helemaal niet warm. En haar kind had koorts. Die vrouw was boos. Van wat is dat nou? Dan doe ik mijn burgerplicht. En dan moet ik een hele tijd wachten in een tochtige, vochtige, koude omgeving.
om me te laten testen. Ik had ook asociaal kunnen doen en helemaal niks kunnen zeggen en dan was ik nou lekker thuis geweest. Ik zou afgelopen zaterdag met mijn dochter naar mijn moeder gaan en dan door naar een tante van mij. En dat heb ik afgezegd. En mijn dochter vond dat geen slecht idee. En mijn moeder ook niet. En de reden dat ik het af heb gezegd was dat ik angst had voor het feit of we op de heenreis of op de terugreis, nog erger op de terugreis, zouden stranden. Dat er ergens een blokkade zou worden opgeworpen waar je niet doorheen mocht vanwege coronabesmetting, verspreidingsgevaar. En mijn dochter moest toen lachen en die zei, ah, dat doen ze zelfs in Italië niet. Nee, maar nou hebben we dit. En de grenzen die zijn alvast dicht. Want hier in Arnhem zijn er dan vrij veel gevallen geconstateerd. Heb ik mij laten vertellen. En het openluchtmuseum, nee, de dierentuin is dicht. Maar ik denk het openluchtmuseum inmiddels ook. Dat zijn twee grote evenementen hier in Arnhem. Attracties. En ik hoorde ook dat rond Nijmegen, daar zijn ook bijzonder veel gevallen. Maar je weet niet wat ze af gaan kondigen. Maar die gedachte van mij zaterdagochtend, die ik had toen ik dacht, laten we dit maar niet gaan doen. Maar die zat dan naast de waarheid, want we waren denk ik wel teruggekomen. Maar ik zat er niet zo ver naast. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat ze daarmee gaan beginnen. Om de A12 af te zetten. Heeft het leger eindelijk ook weer wat te doen? Het is maar wat. Maar laten we het allemaal maar aankijken. Je hoeft niet bang te zijn dat je eraan gaat overlijden. Dat is punt 1. En mocht je griepklachten krijgen, nou, niet naar je werk gaan, punt 1. Dat moet je niet doen als je koorts hebt. Lekker in bed gaan liggen. Nou, je krijgt verminderde eetlust en in de regel gaat dan een bouillon gaat er nog goed in. Desnoods maak je hem maar van bouillonblokjes. Dus 1 bouillonblokje met 0,5 liter water. Daar kan je prima op overleven. En eet je een beetje gekookte rijst erbij. Lekker licht verteerbaar. Krijg je toch een beetje energie naar binnen. Ja, witte rijst met bouillon. Daar hou je het wel even op vol. En meestal na een paar dagen ben je weer opgeknapt. En dat geldt in het algemeen voor griep. Kalm aandoen. Bouillonnetje drinken. Ga je lekker een boekje lezen. De wereld vergaat niet. En voor hetzelfde geld heeft dit een hele positieve uitwerking.
In die zin dat wij beter gaan begrijpen dat onze regering niet het beste met ons voor heeft. En dat zou een mooie winst zijn als meerdere mensen dat in gaan zien. De overheid is je vriendje niet. Hè? Toch? Nou, het was mooi een uurtje. Ik hoop dat je al lekker in slaap bent gevallen. Ga maar lekker slapen. En morgen gezond weer op, zo zei Sonja Barend. Tuthola. Nee, maar serieus. In vol van vertrouwen zeg ik tegen jullie tjus. En dag lieverds.